Padel is een sport voor iedereen, voor jong en oud. Is heel toegankelijk. Je moet geen technische bagage hebben zoals in tennis om deze sport te beoefenen. Na een half uurtje ben je mee weg en heb je plezier. Dus gezinnen komen samen, koppels kunnen samen deze sport beleven. Dus een super sport voor iedereen. Door het aantal leden die stelselmatig stijgt, willen we zeker verder uitbreiden. We hebben nu 3 terreinen en op termijn gaan we er zeker nog bij leggen. Ik heb vooral de lokale bedrijven uit de buurt aangesproken, vrienden aangesproken, die heel snel te vinden waren voor dit project, die er heel erg in geloven. Ik organiseer ook ieder jaar een sponsoravond. En zo brengt het de mensen samen bij elkaar. Het is de ideale locatie om contacten te leggen. En je weet, sporten is gezond. Waarom kiezen wij voor enerzijds de EEG in Zottegem of anderzijds de Padelclub? Omdat wij samen in overleg met de club eigenlijk investeren in de toekomst van morgen. De club biedt mogelijkheden. Het is tof als ondernemer om te investeren in toekomst. Uiteindelijk zorgen wij voor een energetische oplossing van het gebouw en wij zijn gespecialiseerd in technieken, energiebesparende technieken. En bij de Padel in Zottegem hebben we dezelfde partner of hetzelfde partnership kunnen samenstellen als dat we met onze wielerploeg hebben, namelijk Viessmann en dan SolarEdge. De omvormers die eigenlijk gaan laten zien dat de energiefactuur kan gedrukt worden vandaag en morgen. Wij zorgen voor een stevige partner die eigenlijk dezelfde fundamenten heeft als die van ons, namelijk kwaliteit, duurzaamheid en energie zonder zorgen voor morgen. Ten eerste in het feit dat de jeugd van vandaag de toekomst van morgen is. Sporten is leuk. En na het sporten kun je samen met de collega-sponsors of de collega-padellers in de nieuwe kantine kunnen bijvoorbeeld iets gaan drinken. Ik heb horen waaien dat de club groeiplannen heeft. Dat het is eigenlijk tof als ondernemer dat je daar dan kunt bij betrokken worden. Dat je eigenlijk ook mee met de groep kunt groeien. Zowel sportief als onderneming, van sponsor tot sponsor. Of dat je kunt als bedrijf naar de leden toe een exclusief voordeel bieden en je kennis delen met de leden van de club. Eigenlijk is het een triple win-win.